Eentje recht op de kust af en dit komt daarop aan. Waar, hè? Het is net alsof je zo zit dat je recht op de kust aankomt. Mooi gezellig. Zo, mama die zit dus nu naast me. Ja. In de auto. En haar vlogcamera die staat daar. Leuk. En ik heb mama dus nu net wat gegeven, dus dat gaat ze uitpakken. Dus u mag haar uitpakken. Goh, echt toestemming. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zaterdag 1 april. Ja, en we leven al in een grap, zeg maar. Dus we maken geen grappen, want we leven met z'n allen in één hele grote grap. Wat niet leuk is. Nee. Maar in ieder geval 1 april, zei ik. En het is, hoe laat is het? 15:54. Ja, dus we lopen alweer tegen 4 uur aan. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Nee. Daar ik gisteren dus heel weinig slaap had gehad. En een lange rit had gehad. Verging ik vanochtend van de pijn. En daarom ben ik ook laat uit mijn bed. Maar de meisjes zijn wel buiten geweest, want ik moet de tuin ook weer nodig opknappen, tenminste opruimen. Van, nou ja, van hun, hè? Je weet wel wat ze dan doen. Rijka is gek, hoor. Maar oké, laat me gaan. Maar, ze zeggen altijd, engelen bestaan niet, hè? Nou, ik kan een engel en die bestaat wel. En daar ga ik straks op terugkomen wanneer ik de meisjes heb uitgelaten. Dan kom ik op die ene engel, kom ik terug, want ze bestaan degelijk wel. Ja. Dus ja, dat komt straks. Dat horen jullie straks. Dat zie je, nou ja, jullie zien het ook straks, ja. Komt allemaal goed. Ik ga nou de meisjes dus uitlaten. Het is roetje koud, het is 9 graden, maar de gevoelstemperaturen zijn vele malen lager. Een graad of 4, 5 dacht ik dat ze zei. Maar het is in ieder geval momenteel wel weer droog. Het heeft geregend, maar het is wel weer droog. Dus gaan er even voor. Gisteren was het eigenlijk die trui veel te warm, omdat we toen geen gevoelstemperaturen hadden. Dus ja, ik zat eigenlijk te smelten met die trui aan. Maar ik denk, ik doe hem nou wel weer aan, want het is kouder dan dat het gisteren was, weet je. Dus anders had ik hem uitgelaten, want ja, het is een jurk met lange mouwen, enkel een lage décolleté. Nou eens, ze mogen dat ook zien hoor, bij mij. Ja, zo zit ik er nog veel lager erbij, ja. Wat dat er gaat, moet alles kunnen, het is mijn lijf. Dus, maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie dag. Ik ga ook een beetje genieten, ja, en er moet ook weer een vlog in elkaar gezet worden, et cetera. Wat we gisteren gefilmd hebben, hij is nou lang na niet vol.
Maar ja, de accu want hij komt net van laden. Maar mijn geheugen is langer nog niet vol, want ik heb een nieuw geheugenkaartje erin misschien. En die kan de hele tijd mee, maar ik ga hem toch wel legen. Want ja, ik moet even meer input hebben ook op mijn computer, dat ik wat meer kan doen. Ook was ik met die dieren bezig, maar dat moet ik allemaal achter elkaar gaan doen. Want anders komt het bij mij niet goed. Karin heeft wel een filmpje gestuurd hoe zij het heeft, maar dat is bij mij een beetje te hoog gegrepen in mijn pet. Ik moet ik begrijp daar niks van hoe zij dat allemaal doet. Nee. Nee. En ieder doet het ook op zijn eigen manier. Dus ja, laat ik het dan maar op mijn manier doen, dan kom ik er tenminste uit. En ze zegt, ja, u wordt ook ouder, mam. Ja, natuurlijk, jij wordt ook ouder. Ja, we vergeten wel eens wat. Zegt ze dat het... Ja, ze zegt, ik merk ook dat u wat vergeet. Ik denk, ja, lekker ding. Maar jij vergeet ook wel eens wat, weet je. Dus dat is om het even. Ik denk, ik ben nog niet dement. Ik heb een test gehad ervoor. Dus ja, dement ben ik nog niet. Nog langer niet. Maar we vergeten allemaal wel eens wat. En vooral in deze achtelijke, hectische periode, hoe de wereld nou op zijn kop staat, wil iedereen nog veel meer dingen vergeten. En ook liever vergeten. Maar dat kan je niet, want het gaat maar door. Ja. Oh jee. Madame. En daar ligt er ook eentje te pieperen. Kijk, dat bedoel ik. Nou, dat is toch genieten of niet dan? Nou ja, geniet maar lekker met ons, mijn lieve vrienden. En Mirjam, morgen ga ik een vraag van jou beantwoorden. Dat doen we morgen. Morgen een nieuwe week. Dus voilà. En dan haal ik het er ook wel bij. Ik zal eventjes dan... Ik denk dat ik er al eentje weet waar ik op antwoord ga geven. Ja. Dus hou je hart vast. Ja, weet ik veel wanneer die dan online komt. Maar in ieder geval, dat krijg je wel te horen. Kort dagje toch. Dus komt helemaal goed, lieve schat. En lieve vrienden, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ga eventjes wat mededelen. Ik had het net over die engel. Daar kom ik nog wat later op de dag op terug. Want Karin die staat ook op te wachten op mij. We gaan even Pokémon jagen. Ook even leuk. Ja, toch? Dus ja, we gaan het gewoon even gezellig doen. En jullie weten al wat dat is. Zo niet, nou dan kun je dat ook opzoeken op Google. En nou ja, we hebben het ook al een keer laten zien. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja. Ik zeg het later. Niet, dacht ik. Ja, golven. De zee is boos, o zo boos. De zee geeft en de zee die neemt. Nou, en jullie zien daar een bootje te dobberen. En nog een blauwe een te dobberen. Maar er komt er ook eentje recht op de kust af. En die komt daar al aan. Gevaren. En het is net alsof je zo zit dat die recht op de kust aankomt. Mooi gezicht. Echt zo ruw heb ik in jaren niet gezien. Ja. Meeltjes. Ja. Maar ja, in ieder geval. Dat dus.
uitgekomen. Ja, zoals jullie zien, we zitten in de auto, maar Karen die heeft me alweer naar huis gebracht, maar ze heeft wat voor me. Die deur. Oh. Maar in ieder geval, ze heeft het voor me en dat heeft ze ingepakt en ik ingepakt in een krant. Maakt niet uit. Het gaat om het gebaar. Juist. En de prijs die staat er nog op. Daar kijk ik niet naar. Oké. Ik hoop dat u hem mooi vindt. Mag ik dat dan ook even filmen? Lijkt hem ook handig, hè? Want ik geef u wat, hè? Ja. Zit je goed? Nee, wacht even. Mag ik even wachten. Zo, mama die zit dus nu naast me. Ja. In de auto. En haar vlogcamera die staat daar. Leuk. En ik heb mama dus nu net wat gegeven. Dus dat gaat ze uitpakken. Dus u mag haar uitpakken. Goh, ik krijg toestemming. En zelfs mijn kijkers wisten wel niet. Oh ja, wat geweldig. Kijk dan. Nou, dan moet je het prijsje eraf halen. Ik zag een papiertje. Hij is mooi. Echt super. Mooi, hè? Ja, echt. Moeder Maria, die zit eens een keer op de knieën. Ja. Normaal staat ze altijd en nou zit ze. Ik zag hem staan en ik denk, die moet ik meenemen voor u. Dus alstublieft. Ja? Ja. Nou, is het de vraag, hoe moet ik het meenemen? Nou, gewoon heel simpel. Ja, maar ik heb mijn telefoon. Nou, dus, dat gaat te makkelijker. Ja, ik geef het eerst gewoon aan jou. Ja? En dan pak ik het door het raam aan. Prima toch, helemaal goed. Die moet weer op mijn neus. Is het zo? Ja, ik moet de camera ook mee. Ja, ja. Moet jullie ook mee. Dus ik zie jullie binnen wel weer. Ja, zo waren we weer binnen. En ja, hij is mooi, hè? Ja. Hij is mooi. Hoe doen we dat? Ik vind hem echt super. Maar ja, die ben ik. Had ik hem weg. Kijk, had ik hem weg. Ja. Ja, ik heb wel knallende hoofdpijn. Ik hoop dat ik het niet ga laten merken. Ik weet waar het door komt. Want ik had het niet. Maar die wind, jongens. Oh, ik had het eigenlijk gekregen al met het lopen met die meiden. Nou, je wilt niet weten hoe hard het zwaait. Maar ja, jullie hebben het net ook op de dijk gezien. Ja, het zwaait echt bekelhard. Het is vreselijk. Ik zit even te denken waar ik dit beeldje nog kwijt moet. Ik denk bovenop de soundbar, hoe noem je dat ding? Ik kan hem daarop zetten of zo. Ik weet het even nog niet. Hij is zo mooi. Of ja, dat kan ook. Hier op het plankje. Ja. En daar op dat plankje. Er zijn sleutels, et cetera, maar dat maakt even niet uit. Moet jij weer recht leggen? Zo. Deze sleutel is van dat rodding in de schuur. Maar, even weer zitten. Ik heb nog een sleutel. Die lag door de brievenbus vanochtend. Ja, dat heeft met die engel te maken. Dus we zeggen altijd, engelen, die betaal niet, weet je wel. Maar een bruidspaar zal het zijn. Maar dit gaat niet om een bruidspaar, nee. Nee, dit gaat om een andere engel. En die engel heeft ook nog een naam. En die naam luidt Mary. Jullie kennen haar vast en zeker. Want ze is al reeds een aantal tig keren al in de vlog geweest. Het staat buiten, hier ook. Ik ga nou niet naar buiten toe. Ik laat het even hier ook door de deur zien. Ik draai jullie gewoon even om. Ja.
misschien een ander gedeelte. Mag ik er even bij, schatje? Dank je. Daar staat een solo. Zoals ik er ook een had. En ik dacht, ja, er zit geen windscherm op niks. Ook zit die spiegel los. En ik moet hem even morgen even naar de lade gooien. En dan kijken of dezelfde lade erop past die bij die tropie behoort. Want die lade van de tropie ziet er hetzelfde uit dan dat ik bij mijn solo had. En kijken of die ook input geeft aan de solo. Dan haal ik gewoon die tropie eruit, zet ik de solo binnen. En dan de spiegel die zit ook los, dus die moet ik vast zien te krijgen. En anders vraag ik wel aan iemand anders die er even naar wilt kijken. En er hangt een asbakje aan. Ja, ik ben geen roker, dus die zal ik ook nooit van mijn leven gebruiken. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik heb hem niet gekregen, maar ik heb hem te leen gekregen. Dus ik heb hem te leen. Hij moet weer terug zodra ik een ander heb. Ja, maar nou kan ik tenminste ook naar Mary zelf toe. Ik kan naar anderen toe die verder weg wonen. Dus ik ben er blij mee. Ja, dat van de week gelijk even uitproberen. Nou niet meer, want het is nou bijna 6 uur. Dat bekijk het maar. En dan staat daar voorlopig vergroot. En ja... Zo is dat. Hè? Moeten jullie even naar buiten? Nou, doe maar. Ga maar kijken. Jij ook? Doe maar. Ja, en ik moet ook de tuin opruimen. Want jullie zien het daar wel liggen, bruine hoopjes. Dat zijn bruine hoopjes van Elwing. Want Rijka, die heeft nog kleinere hoopjes. Ja. En zo groot vind ik het van Elwing niet. Want... Jullie kunnen Frodootje denk ik nog wel. Kijk nou, ze zat erop. Maar Frodootje, die was kleiner eigenlijk dan dat Elwing is. En die maakte toch grotere hoepjes. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga eventjes een bak koffie maken en weet ik wel wat. Ik ga jullie weer even omdraaien. Zo. Schermpje weer zo. Nou ja, daar is deze sleutel dus van. En ja, ik vind dit zo'n lief gebaar en dan denk ik misschien van, ja maar hoe moet Mary dan dreigen voortbewegen? Die heeft ook een booster. Haar vriend, die is... Blablabla. Maand, anderhalve maand, weet ik veel. Nou ja, die is nog niet zo gekke lang geleden overleden. En Mary had er zelf één gekocht. Maar ook die man die had er één gekocht. Zelf gekocht. En voordat hij heen ging, heeft hij alles wat hij bezat aan Mary gegeven. Omdat Mary altijd voor hem klaar stond. Maar dat ging heen en weer, op en neer, heen en weer. Ja, ze stonden gewoon klaar voor elkaar. Nou, en uit dankbaarheid heeft hij dus heel veel aan haar gegeven. Dus dat is van haar en van niemand anders. En zij heeft, de verzekering betaald, weet ik veel waar, bij wie, hoe en wat. Dat boeit mij ook niet. Maar zij komt van de week eventjes hier naartoe om de papieren te brengen. Want ja, dat ik het toch kan laten zien dat die van haar is als er al wat gebeurt. Maar in ieder geval, ik ben er heel, heel, heel erg enorm dankbaar dat ze mij hem heeft geleend. En nou kan ik tenminste weer verder wegkomen. Dan kan ik tenminste met een gerust hart... Zeggen van, ik ga even on tour. En dan kan ik misschien deze dame ook meenemen als het beter weer is. Want met dit weer ga je er niet met een fijn gevoel erop uit. Nee.
Dat is koppijn weer. Als je al in de wind loopt, dan krijg je echt toch wel koppijn ervan. Ja, dat is niet zo fijn. Maar in ieder geval, ik ben er enorm blij om. Ik ben er dankbaar. Ja, het is mijn zusje. Ik ken er al jaren dat er nog kinderen waren, dat ik nog thuis woonde. Nou ja, vanaf die tijd ken ik haar al, dus ja. Lieve schat, Mary, dank je wel dat ik de booster mag lenen. Voor ja, onbepaalde tijd, zeg maar. Want ik weet niet wanneer ik die van mij krijg, hè. Nee, daar is nog niks van bekend. Ja, dus. Maar zodra ik de andere heb, krijg jij deze natuurlijk vanzelf weer terug. En dan breng ik hem zelf terug. Dan ga ik deze nog met een taxi. Of jij brengt me met je dinky toy weer terug. Dat ken ook. Of ik neem een taxi. Ja, want ik ken niet lopend. Nee, dat gaat het dan echt niet worden. Nee. Dat is een 10-jarig plan. En dan is het 6:00. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. En zeker met wat wij doen. Ze zeggen dat later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer bijeen. Ja, echt waar. En hier zijn er nog twee. Ja, twee dames. Een kleine en een grote. Om jullie wat rusten te gaan wensen. Ja, want het is alweer... 2:04. Wat kom jij doen? Denk om mijn ketting, denk om mijn trui met je lange nagels. Hè? Boefje. Maar in ieder geval, wij zijn hier gekomen om van jullie voor vandaag wel rusten te wensen. Dus we gaan de vlog sluiten. En we gaan lekker slapen. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Morgen is het zondag, oftewel vandaag is het zondag. Het is ook nog eens een keer Palmpaasen vandaag. En dat zul je ook vandaag wel merken aan mijn vlog. En ook dat we tegen de Pasen aanlopen, dat zullen jullie ook wel merken. Dus het is een beetje anders dan anders. En ja, ik hoop dat jullie dat leuk zullen vinden. En ik zeg dus, dat merk ik dan morgenmiddag wel weer of vanmiddag. Wanneer jullie er althans op reageren. En ja, we merken het wel. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. En morgen, degene die naar de kerk gaan, een hele fijne kerkdienst gewenst. Een fijne palmpaasenzondag, een liefdevolle paasenpalmzondag. Geniet van alles met wat jullie gaan doen. En geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. En weet, God houdt de wacht. You should know that I